Goedemiddag, welkom bij de eerste online inspiratiesessie in het kader van het congres van PGO Support. Fijn dat wij vanmiddag bij jullie aan de keukentafel op zolder of waar je ook zit op dit moment mogen aanschuiven. Mijn naam is Dries Hettinga, ik ben vandaag de gespreksleider en als ik dat niet ben, ben ik directeur van PGO Support. Zoals ik al zei, vandaag hebben we de eerste bijeenkomst in het kader van het congres. Elke twee jaar organiseert PGO Support een groot congres. En we hebben dit jaar gemeend om het beste van online te combineren met het beste van live. Dat betekent dat we deze maand elke week een online inspiratiesessie hebben. En op 30 september hoop ik velen van jullie te ontmoeten in Bussum in het Spans voor een live onderdeel van het congres. Nou, met het congres willen wij een aantal ontwikkelingen aanstippen die van impact zijn op de patiënt- en cliëntenbeweging. Vandaag gaan we het hebben over samenwerken, daar zal ik straks wat meer over zeggen, maar eerst wat huishoudelijke mededelingen. Het verzoek aan jullie is om de camera aan te zetten, de microfoon uit. Deze sessie die wordt opgenomen. Het enige wat wordt opgenomen is wat hier in deze kamer gebeurt, dus jullie thuis worden, dat wordt verder niet opgenomen. En wij zullen straks ook laten weten waar je die opname straks kan vinden. Degene die ondertiteling wensen, dat kan je aanvinken onder closed caption. Mocht je dat nou niet lukken, dan kan je in de chat ook vragen stellen. Dat kunnen technische vragen zijn van er gaat even iets mis. Dat kunnen ook inhoudelijke vragen zijn. Die komen allemaal binnen bij onze collega Jolanda van Dijk. En die gaat proberen een aantal vragen al meteen te beantwoorden. En zal ook straks een aantal vragen doorspelen naar deze tafel. Zodat we die ook mee kunnen nemen in ons gesprek. Waar gaan we het vandaag over hebben? Samenwerken voorbij de grenzen van je aandoening. Hoe je het ook wendt of keert, samenwerken is een hele belangrijke eigenschap om je doel te kunnen behalen. Vandaag gaan we het hebben over het wanneer, het hoe, het met wie en alle andere vragen die op kunnen komen bij het thema samenwerken. We hebben daarvoor Menne Scherpenzeel uitgenodigd, directeur van Crohn & Colitis Nederland. Maar ook daarvoor al in verschillende rollen werkzaam bij maatschappelijke organisaties. Dus straks meer, Menne. Maar we beginnen met mijn collega Marieke. Marieke van Noord is adviseur lokale participatie bij PGO Support. Sinds ruim een jaar moet ik zeggen, maar daarvoor ook al heel lang werkzaam in het sociaal domein bij verschillende gemeentes en andere organisaties. En Marieke gaat ons en de discussie op scherp stellen met een column die jij hebt geschreven. Dus het woord is eerst aan jou, Marieke. Dankjewel. Dat moet ik even op Max wachten. Ja. Goed mensen, ik wil jullie graag meenemen naar de kloof die ik zie tussen de medische wereld en de lokale wereld. De kloof tussen patiënten en burgers. Tussen ziekte en genezing enerzijds en de kwaliteit van leven anderzijds. Eerst de ene kant van de kloof, de medische wereld. De focus op ziekte en genezing is en blijft natuurlijk heel hard nodig in de medische zorg en de medische wetenschap. Om ervoor te zorgen dat jouw aandoening zo goed mogelijk en steeds beter behandeld wordt. Steeds vaker wordt in de medische zorg gezien dat andere aspecten van het leven van patiënten van grote invloed zijn op de ziekte en de behandeling. En dus wordt er doorgesproken over onderwerpen als positieve gezondheid en preventie. Thema's die voor alle aandoeningen belangrijk zijn. Aan deze kant van de kloof in de medische wereld zijn patiëntenorganisaties op zijn actiefst. Georganiseerd op aandoening laten jullie je zo krachtig mogelijk horen over de medische ontwikkelingen in behandeling en wetenschap. Aan de andere kant van de kloof zie je de wereld van gemeenten, het sociaal domein en de lokale inclusieagenda's. De gemeenten die denken niet vanuit aandoeningen, maar vanuit kwaliteit van leven voor alle inwoners. Het denken in doelgroepen is sowieso al langere tijd uit de gratie. Waar de behoefte aan zorg of ondersteuning uit voortkomt, maakt voor hun niet zoveel uit voor de oplossing die ze kiezen. Denk bijvoorbeeld aan het bestrijden van eenzaamheid. Dit is een belangrijk preventief doel voor gemeentes. De kwaliteit van leven neemt toe als je je minder eenzaam voelt. En daarmee wordt uiteindelijk de vraag naar zorg en ondersteuning kleiner. Eenzaamheid komt vaak voor bij mensen met aandoeningen, maar ook bij hele andere groepen mensen.
als het in de gemeente over participatie gaat, dan gaat het over burgerparticipatie. Participatie van alle burgers dus. En dat is een hot item. Gelukkig zien steeds meer gemeentes dat je in die participatie de stem van kwetsbare inwoners niet zo goed hoort. Zij zijn daarom op zoek naar manieren van participatie waar die stemmen beter gehoord worden. De kloof bestaat dus uit het verschil in visie en perspectief. Je verdiepen in de wereld aan de andere kant van de kloof helpt om hem te overbruggen. Het zou toch zonde zijn als die medische wereld voor de wens tot meer preventie niet kijkt wat er al jarenlang aan de overkant aan preventie gebeurt. En dat gemeenten voor hun nieuwe vormen van burgerparticipatie niet leren van al jullie ervaringen met patiëntparticipatie. Het goede nieuws is, jullie als totale beweging van mensen met een aandoening kunnen de bruggenbouwers zijn tussen die twee werelden. Want een kloof tussen het zijn van burger en het zijn van patiënt is natuurlijk in het echte leven onmogelijk. Je bent een burger met een aandoening die je soms patiënt laat zijn. Daar past helemaal geen kloof tussen. Die blik die is uniek. Ik ben ervan overtuigd dat het aan de patiëntenbeweging is om die brugfunctie veel sterker in te vullen. Het krachtige wapen daarbij is jullie gezamenlijke ervaring, zowel in de zorg als in de rest van het leven. Om die ervaringen in te zetten is het nodig om over de grenzen van jouw aandoening heen te kijken. Waarom? Omdat het er echt toe doet hoe groot de groep mensen is die zich samen laat horen. En ook omdat de inhoud van je boodschap scherper wordt als je hetzelfde onderwerp door de ogen van een ander bekijkt. Tussen samenwerkingspartners zullen ook verschillen in perspectief en visie bestaan. De kunst is dan om niet je eigen gelijk te gaan halen, maar de verschillen te zien als waardevolle aanvullingen. Het belang van het krachtige geluid samen is groter dan het belang van jouw eigen perspectief. Oftewel, samenwerken over de grenzen van jouw aandoening is belangrijk. Om die gemeentes luid en duidelijk te laten horen hoe het leven van mensen met jouw aandoening en die van anderen beter kan worden. Om ziekenhuizen te helpen de brug te slaan waar het gaat om preventie en positieve gezondheid. Oftewel, om de mens als patiënt en als burger centraal te stellen. Dankjewel, Marieke. Een paar mooie observaties en rake opmerkingen die straks ongetwijfeld in het gesprek nog aan bod gaan komen. Wat ik al zei, we hebben vandaag Menne Scherpenzeel uitgenodigd hier bij PGO Support in onze studio. In het dagelijks leven directeur van Crohn en Colitis Nederland. Maar in het verleden werkzaam geweest als bestuurder, als manager, als adviseur, als toezichthouder bij verschillende maatschappelijke organisaties. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, als we het hebben over samenwerken, Menne, welke woorden schieten jou dan te binnen? Nou, dan schiet me een zinnetje te binnen. En dat is eigenlijk onze payoff van onze organisatie, Crohn en Colitis NL. Dat is met elkaar sterker. Dus door samen te werken, als je het goed doet, dan word je sterker. Dus in ons geval hebben we dat in onze missie, in ons verhaal, van onze organisatie verwoord. Door samen voor en door patiënten te werken. Met ziekenhuizen, met andere stakeholders. Dus ik denk, als je samenwerken goed doet, dan heeft uiteindelijk de patiënt daar voordeel mee. Maar niet alleen de patiënt, maar de zorg in totaliteit. Samen zit niet voor niks in het samenwerken. Dus, nee. Hey, en een van de samenwerking waar ik jullie in ieder geval van ken is de Toiletalliantie. En een aantal van jullie thuis zullen daar misschien ook wel van gehoord hebben of bij betrokken zijn. Misschien is het goed dat je eerst even schetst waar dat over gaat. Waar gaat die samenwerkingsvorm over, de Toiletalliantie? Nou, Toiletalliantie, het zegt het al, is een alliantie rond toiletten. En dan de bereikbaarheid van toiletten in de openbaarheid. Dus, en de payoff is iedere wc telt. En eigenlijk is het streven dat er in Nederland er meer toegankelijke openbare toiletten zijn. En dat is in Nederland in vergelijking met andere Europese landen om ons heen wat teleurstellend. Het is een initiatief wat destijds door MLDS, Maag-Lever-Darmstichting, is in het leven is geroepen.
En heeft daar meteen naar een brede coalitie gezocht. Dus niet alleen patiëntenorganisaties als de onze, maar ook stomavereniging, prikkelbare darm, et cetera. Maar ook bijvoorbeeld ouderenbonden, de fietsersbond, Roger, die zich inzet voor openbaar vervoer. Dus het is een brede coalitie die zich hard maakt voor de doelstelling. Iedere wc telt, maar liefst zoveel mogelijk wc's binnen een bepaalde straal in Nederland. Ja. Ik hoor inderdaad een aantal partners die je niet vaak zult tegenkomen als patiëntenorganisaties. Nee. Ik ben wel benieuwd hoe je dat ervaart van een Rover, andere organisaties. Jullie weten elkaar dus te vinden op deze doelstelling. Ja, en ik denk dat het daarin zit, in die doelstelling. Die doelstelling is heel scherp, is duidelijk. En ik denk dat de kracht is van een goed voorbeeld van goede samenwerking. Is dat eigenlijk iedere wc telt of binnen zoveel meter moet er een wc zijn. Of in 2025 de doelstelling willen we dat er minder thuisblijvers zijn vanwege te weinig toiletten. Daar zit geen woord Spaans tussen nogmaals. En ja, dat is gewoon heel krachtig. En daar kunnen verschillende organisaties vanuit hun perspectief kunnen daaraan bijdragen. Dus als je het hebt over coronacolitis NL, mensen durven met de ziekte van IBD, en dat is de ziekte van Crohn of colitis. Ja. Maar bijvoorbeeld ook mensen met een stoma, die aangesloten zijn bij de stomavereniging, durven niet makkelijk soms naar buiten te gaan, omdat de ziekte onvoorspelbaar is. Waar kan ik naar een toilet? Maar hetzelfde geldt eigenlijk voor ook bijvoorbeeld voor de ouderenbonden, die zeggen, ja, stel, meer ouderen hebben bijvoorbeeld blaasproblemen, durven niet naar buiten te gaan. Rover is voor toegankelijk openbaar vervoer. En zo weet je elkaar te vinden. Ja. En voor Rover is het bijvoorbeeld heel interessant dat zij ook het argument kunnen opvoeren. Weet dat je heel veel mensen met een chronische ziekte moeilijk met openbaar vervoer kan laten reizen als er onvoldoende toiletten zijn. Ja. Ja. Dus ik snap dat voor die organisaties er inhoudelijk iets te winnen is in de doelstelling van de Toiletalliantie. Tegelijkertijd ben ik ook wel benieuwd, hoe doe je dat nou? Want de lijst van partners in de toiletalliantie is lang. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe jij dat ervaart als vertegenwoordiger van één van die partners. Ja. Hoe zoek je die samenwerking? Hoe doe je dat met elkaar? Nou, ik denk dat het de kracht van deze samenwerking of het geluk van deze samenwerking is dat je een sterke trekker hebt, een sterke regiehouder. Dat is de MLDS, die heeft daar budget voor vrijgemaakt, die heeft daar een vertegenwoordiger op. Of een coördinator op. Mm-hmm. En daarmee blijft het agenda redelijk hoog op de agenda staan. Als je kijkt naar wat allemaal afkomt op patiëntenorganisaties of gehandicaptenorganisaties, dat zijn een legio thema's, waarvan dit er één is. Nou, wat denk ik eerder tussen wal en schip zou verdwijnen, als er niet een sterke organisatie is als de MLDS, om dit initiatief als regie op te pakken. En dat is misschien ook wel iets wat een aantal mensen nu zullen denken. Van nou, inderdaad, ik snap het. Als er een rijk fonds achter zit, dan kan je dingen opbouwen. Maar als ik inzoom op de rol die jullie vanuit Crohn en Colitis Nederland hebben. Van, je moet daar zelf ook tijd in steken. Je moet daar zelf ook iets voor opgeven. Ja. Kan je daar wat meer over zeggen? Van... Ja, zeker. Wat we doen is, ik heb een collega op het gebied van communicatie. Die zit in de projectgroep. Die brengt thema's in, die brengt verhalen in. Die zorgt ervoor dat als er bijvoorbeeld een journalist van een lokale pers langskomt en die wil het over toiletten hebben, meteen het lijntje wordt gelegd met de Toiletalliantie. Ik zit zelf, maar dat is veel meer hoog over en ook veel minder interessant daarmee, in de stuurgroep. Hè, het werk wordt echt gedaan door de projectgroep. En zo brengt een ieder wat in. En dat betekent dat je wel tijd erin steekt. Als je kijkt naar de partners, die steken er graag tijd in. En daarmee is het denk ik een goed voorbeeld van een goede samenwerking. Ja. Zijn er ook wel eens onderwerpen die naar voren komen in de Toiletalliantie, waar jij het dan net even niet helemaal mee eens bent? Ja, dat... Misschien niet hier of in een andere samenwerking? Nou, bij Toiletalliantie denk ik het niet zo snel, omdat het doel zo scherp is. Je hebt je er allemaal achter geschaard. En wat ik heel belangrijk vind, ik denk dat het sowieso heel belangrijk is in samenwerking. Het klinkt misschien wat formeel, maar daar ligt gewoon een goed samenwerkingsovereenkomst onder. Wat we van elkaar verwachten. En dat is denk ik wat ik sowieso zou willen meegeven. Dat is niet altijd gebruikelijk. Maak vrij snel scherp duidelijk in je samenwerking welk doel je hebt, welke rol je daarin hebt, wat je van een ieder verwacht. En ik denk in dat geval verloopt een samenwerking beter. Dus een voorbeeld waar het misschien wat anders zou kunnen lopen of wat minder goed loopt, is dat je niet goed of onvoldoende definieert waar je het over hebt. En dan heb je aan het begin
denk je van, we gaan allemaal achter het bepaald doel aanhollen. En gedurende de rit blijkt dat ieder het verschillend invult. Ja. En dat is hier dus goed gelukt, om dat doel, gezamenlijk doel, heel scherp te houden. En daar ook commitment van op te krijgen vanuit de verschillende partners. Nou zal het niet allemaal roze geur en maneschijn zijn geweest. Dus neem ons even mee. En ja, nu staat er een hele mooie samenwerking. Maar jullie zijn ongetwijfeld ook dingen tegen dingen aangelopen. Waarvan ik van, hé, dat moet anders, dat moet beter. Nou, ik denk dat op zich dat deze samenwerking zo goed verloopt. Omdat het een aantal ingrediënten heeft. Is goede duidelijke afspraken. Je hebt een regievoerder. Je hebt een gezamenlijk doel waar je voor hard wil gaan. En wat heel belangrijk is, en dan kom ik even op wat misschien wat minder liep, is dat je gaat acteren wat net al in je column werd gezegd, op het sociale domein, waar je eigenlijk nog niet zoveel ervaring hebt. Mm-hmm. Dus eigenlijk, het domein vraagt al om samenwerking. Als wij als Crohn & Colitis NL met een paar patiëntenorganisaties hier voor ons hart hadden gemaakt, we hadden geen deuk in een pakje boter kunnen slaan. Dat geldt ook voor de andere organisaties. Ja, precies. Want ik zou zeggen, die reizigersvereniging Rover, ja, als je daarmee aankomt, dan, of de fietsersbond, dan denkt de ontvanger, hè, zo'n gemeente misschien ook wel van, ja joh, nou, dat redden we al honderden jaren zo. Je zoekt maar ergens een toilet op in een kroeg of iets. Maar als je dan als beleidsmaker na gaat denken, oh ja, we hebben ook mensen die echt niet naar buiten kunnen omdat ze te vaak naar het toilet moeten of te onvoorspelbaar is wanneer ze naar het toilet moeten, dan wordt het denk ik voor beleidsmakers ook weer interessanter, ook al is het een kleinere groep. Ja. Dus juist de combinatie tussen die grote groep en dat specifieke van jullie lijkt mij de urgentie heel groot maken. Maakt de urgentie groot, maakt de doelgroep dus ook heel hoog. Ja. Groot, hè? Dus als je kijkt naar IBD-patiënten zijn er ongeveer 90.000 in Nederland. Maar als je kijkt naar eigenlijk de organisaties die nu Toilettenalliantie, laten we zeggen vertegenwoordigen, ouderen, en niet alle oudere bonden doen mee hoor, maar patiëntenorganisaties. En dan heb je het over 3,5 miljoen mensen met een blaasprobleem of met een medische buikklachten. Maar even terugkomend op je vraag, nou, wat liep nou minder goed? Je merkt toch altijd in samenwerking dat je af moet tasten van, wordt mijn input wel voldoende gewaardeerd? Hoe krijg ik de terugkoppeling over? Dus het was ook zoeken naar een vorm van communicatie. Ja. En nou, daar zijn we uiteindelijk heel goed uitgekomen. En ja, er zit gewoon dan ook een sterke coördinator op. En dat is gewoon winst. Ja. Die oog heeft ook voor de, laten we zeggen, kleinere partijen. De partijen die geen geld inbrengen. En zorgt ervoor dat het een gezamenlijk doel is. Ja. Ja. Nou, dat klinkt inderdaad als een heel mooi succesverhaal, ja, inderdaad. Ja. Ik kan me voorstellen dat je inderdaad, hè, vanuit Crohn & Colitis natuurlijk regelmatig wordt benaderd om mee te doen aan allerlei projecten in de vorm van samenwerken. Ja. Heb je nog een ander voorbeeld, hè, wat hier misschien een mooi contrast op is, of een andere vorm van samenwerken is geweest? Ja, een voorbeeld wat heel mooi leek te zijn, maar uiteindelijk toch niet zo mooi. Dus het klinkt als een beetje als een slecht sprookje, maar waar ik op doel is, en dat is niet aandoeningsoverstijgend, maar dat is aandoeningsspecifiek. Wij zijn aangesloten, wij werden gevraagd om in een patiëntenadviesraad te zitten van een groot Europees project. Ja. Met andere IBD, dus ziekte van Crohn & Colitis, patiëntenorganisaties in Europa. En onze inbreng als patiëntenorganisatie was enorm belangrijk om het echt te borgen in de zorg. En ik vroeg op voorhand van, nou, ik ben wel heel benieuwd naar de overeenkomst. Wat verwacht je van ons? Welke tijdsinvestering? En niet in de laatste plaats. De inhoud moet u niet eerst kloppen, overigens, maar niet in de laatste plaats. Welke euro's komen er over de balk? En niet omdat we geldwolven zijn, maar omdat ik vind dat patiëntperspectief goed moet worden beloond. En dat duurde en duurde, maar op een gegeven moment lag er een overeenkomst. Ik had twee bijeenkomsten meegemaakt en ik vond het vertrekpunt onvoldoende. Ik vond de waardering voor patiëntenorganisaties ook inhoudelijk onvoldoende. Het was voor mij onvoldoende duidelijk wat er met ons perspectief heeft gedaan. En toen heb ik gezegd, dan trek ik de stekker uit. En dan zullen wij als Crohn & Colitis NL niet in het Europese verband samenwerken. En zo is het ook gebeurd inderdaad. Zo is het letterlijk gebeurd, ja. 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 En dat besluit, ik denk dat dat ook wel herkenbaar zijn voor een aantal van de aanwezigen. Kijk, je weet natuurlijk donders goed wat dat project hoopt te bereiken voor jouw achterban. Voor mensen met Crohn & Colitis. En toch heb je op dat moment gezegd van nee, die gaan we niet instappen.
Nee, omdat ik vond dat het iets te veel de neiging had, wil je tekenen bij het kruisje. Mm-hmm. Dat je het een goed project vindt. En ik kon, Mende kon onvoldoende duidelijk maken wat er daadwerkelijk met de patiëntenperspectief werd gedaan. Ja. Speelt ook een rol, en daar moet ik er meteen bij zeggen, zo eerlijk moet ik zijn, dat er het project uitkomstgerichte zorg in Nederland, en daar zijn we heel nauw bij betrokken geweest. Dat is weer een hele goede samenwerking geweest met aandoenings, niet overstijgend, aandoenings specifiek, maar sectoroverstijgend met de artsen en ziekenhuizen. Ja. Waar de inbreng op verschillende manieren heel erg werd gewaardeerd, ja, van over en weer, en waar partijen serieus werden gehouden. Want dat is inderdaad een andere manier, hè, tegen dat soort. We hebben het over aandoening overstijgende samenwerking. Ja. Ja, daar kan iedereen zich iets bij voorstellen. Maar je noemt net sectoroverstijgend. En dan kan me voorstellen dat ook een andere dynamiek met zich meebrengt. Hè. Dus inderdaad de samenwerking met artsen, met wetenschappers, met het sociaal domein en anderen. Ja. Wat zijn jouw ervaringen daarin? Nou, in ieder geval, laten we zeggen, IBD is gezegend bij, vind ik, dat we een goede samenwerking hebben. Koninklijke NL met de beroepsvereniging, de commissie IBD. Goede ervaringen, en dat is ook af en toe even zoeken. Ik kan wel twee voorbeelden geven, misschien een beetje buiten bestek van deze setting, maar wel denk ik mooi om mee te geven in mijn ogen, is dat we betrokken zijn bij de richtlijnen. Veel patiëntenorganisaties hebben daarbij betrokken, en ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is dat we heel goed huiswerk hebben gedaan van tevoren, dat we heel scherp hadden. Dat geldt eigenlijk ook voor samenwerking daarmee, denk ik. Dat je heel scherp hebt, wat wil je uit de samenwerking halen? Bij richtlijnen is dat net wat anders, want je levert de input. Nou, we hadden vanuit onze chronicalitis NL-panel, een telefoonpanel, vanuit Facebook-analyse, vanuit de kennistheaterdiscussie met de beroepsvereniging, hadden we heel scherp van, dit zijn de thema's die wij minimaal willen inbrengen. Ja. En dan zie je dat als je dat goed onderbouwt tijdens zo'n invitational conference, waar eigenlijk de onderwerpen worden bepaald, dat twee van de drie of twee van de vier onderwerpen, waarvan ik denk dat je anders niet op de agenda waren gekomen, dat die toch ingebracht zijn. En dat is niet omdat we zo goed zijn, of dat we zo goed uitonderhand hebben, maar ik denk omdat we het huiswerk heel goed hebben gedaan. Ja. En soms ontstaat het uit urgentie. Hè? COVID is een heel goed voorbeeld. Daarbij hebben we eigenlijk meteen toen Rutte in 2020, volgens mij was dat, de eerste persconferentie had, hebben we meteen de telefoon gepakt, met artsen gebeld. Jongens, we krijgen vragen op ons af, jullie krijgen vragen op ons af. Vragen over de combinatie corona en... Corona en chronisch zieken. Ja. Hoe kunnen we daarin samenwerken? En dat was eigenlijk de deal, dat hebben we overigens niet schriftelijk vastgelegd. Wij zorgen voor het platform, wij zorgen voor de communicatie en jullie zorgen over de inhoud. Ja. En we gaan niet in elkaars veld opereren. En dat uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat alle ziekenhuizen, of vrijwel alle ziekenhuizen, als het over deze vraag ging, verwezen naar onze website. Ja. En daar zitten geen grote samenwerkingsafspraken achter. Hè? Daar zit op dat moment het elkaar vinden. Ja. Ongetwijfeld ook flinke urgentie natuurlijk. Hè? En dit corona echt merkbaar werd in de samenleving. Ja. En dat is intact gebleven ook? Ik denk dat we hadden wekelijks een update van onze website. Dus we hadden elke week hadden we, en als het urgent werd rond de boosters, et cetera, hadden we twee wekelijks een. Dat ligt nu op een laag pitje, maar het najaar komt eraan met een booster erbij. Dus dan zullen er weer vragen komen en dan pakken we dat weer op. Dus, Ik hoor je zeggen inderdaad, dat huiswerk doen, het voorbeeld wat je noemde. Ja. Dus het woord wat mij dan te binnen schiet is inderdaad een goede achterbanraadpleging. Ja, zodat je inderdaad weet wat er speelt bij, in dit geval mensen met colitis. Zodat je dat ook kan agenderen. Ja. Ja. Ik vraag me nog af, daar zit ook nog een kwestie van keuzes maken in. Alle vragen die je op de af krijgt, ik zie je al lachen inderdaad, dus ik denk dat het ook heel herkenbaar is voor de mensen thuis. Ja. We zien natuurlijk dat patiënten, cliënten en mensen met een handicap, ze worden steeds vaker uitgenodigd aan tafel om in ieder geval mee te praten. Ja. Het omgekeerde effect is dat je ook af en toe wordt overspoeld door allerlei vragen van wil je hier aan meedoen? Kan jij een inzeggen van als je dat soort, ongetwijfeld als je nou in je inbox kijkt, zit er ook weer een verzoek in. Ja. Wat is je eerste scan? Het is een scan die ik heb geleerd van mijn vorige voorzitter. En die vind ik wel heel mooi. Het geldt voor heel veel. Is het interessant of is het relevant? En als het interessant is, moet je er eigenlijk, hoe leuk je het ook vindt, een streep door doen. En je pakt de dingen die relevant zijn, zet je in je prioriteitenlijst. Ja.
Dus dat heb ik ook met mijn collega's zo gedaan. Dan kwamen ze bij me. Overigens moet je dat niet doen, want ik kwam met een waanzinnig goed idee, vond ik zelf. En ik kreeg de vraag terug. Men, is dit interessant of relevant? Nou, je voelt hem al. Hij was ontzettend interessant, maar niet relevant. Ja. Dus dat is denk ik een hele belangrijke. Gisteravond hadden wij bestuursvergadering. Het onderwerp doet er even niet toe. Maar er werd gekeken of ik kon samenwerken met twee andere patiëntenorganisaties. Op zich de intentie vond ik, althans wat ik dacht in het bestuur, vond ik goed. Het was goed onderbouwd. Ja. Maar as we speak, om het maar even goed Nederlands te zeggen, speelt het GVS. Geneesmiddelenvergoedingssysteem. Dat gaat veranderen. Dat kan leiden tot bijbetaling van de patiënt of niet. Nou, in dit geval hebben we gezegd dat andere is interessant, niet relevant. Ja. Maar dat GVS-verhaal is veel relevanter. Dus ja. Dat is dus het, eigenlijk interessant relevant is een belangrijke. Ja, ja. En nou, ik denk dat dat de belangrijkste, denk ik, het is een beetje misschien een algemene tip, maar dat is voor mij werkt dat helpt jou wel. In zeker, van, zeker. Ja, en mijn collega's ook, heb ik gemerkt. Dus ja, ook richting mij. Dus. Ja. Nee, ik snap het. Ja, ja. Ik krijg een seintje dat we wel met hetzelfde enthousiasme moeten doorgaan, maar niet met dezelfde snelheid. Dan zal ik dat... De schrijftolk is druk bezig. Heel goed. Nee, maar goed, het is helder wat je zegt. Van, er komt een heleboel mogelijkheden op je af als patiëntenorganisatie. En het onderscheid maken tussen interessant en relevant helpt jou om in ieder geval in te zetten op de goede zaken. Ja. Het andere wat ik jou hoorde zeggen, van als je ergens op instapt, doe je huiswerk goed. Ja. Hè? Dus weet inderdaad wat is belangrijk voor jouw organisatie. En hè, vanuit de Toiletalliantie hoorde ik jou zeggen, iemand die de regie neemt, en ja, het helpt dan natuurlijk hè, dat daar ook financiële steun bij beschikbaar is, maar die regie is een hele belangrijke, dat je een trekker hebt. Ja, ja. Die financiële steun, daar zullen ook mensen op aanhaken, denk ik. Van ja, dat is altijd fijn. Hè? Dat maakt het leven op een aantal punten makkelijker. Maar ik denk dat je ook wel voorbeelden hebt inderdaad van waarbij de financiën er niet per se waren. Of misschien wel zelfs omgekeerd. Dat de financiën ook een afleiding kunnen zijn. Ja, ik denk dat je, om het maar zo te zeggen, als je money driven bent. Als je denkt, oh, daar is het geld te halen. Zonder dat je weet eigenlijk wat je uiteindelijk gaat doen binnen het project. Dat kan enorm gaan schuren. Dus ik denk echt dat de inhoud, het vaststellen daarvan. Gaan we daar gezamenlijk in optrekken of niet. Dat cruciaal is omdat huiswerk is goed doen. Dus eigenlijk met fondsenwerven precies hetzelfde. Ja. Een goede case van support. Bij samenwerking kun je het anders noemen. Een case voor samenwerking. Ja. Dat je dat goed voor ogen hebt voordat je. En dan volgen, denk ik, heel plat gezegd, de euro's. Ja. Dat volgt er wel. Dus dat heb ik erover te zeggen. Maar ik weet niet of dat direct een antwoord op jouw vraag is. Dus, trouwens, als jullie thuis vragen hebben voor Menno of dingen waar je aan denkt, zet ze alsjeblieft in de chat. Jolanda, pik ze op. En dan gaan we kijken hoe ze hier in het gesprek kunnen vermelden. Nou, als je het erover hebt, dan. Relevantie, daar gaat het nog even over inderdaad. Want ik denk dat iedereen zich er iets bij voor kan stellen. Hè. Het kan interessant zijn en relevant, liefst allebei. Maar relevantie is ook wel weer zo'n containerbegrip. Ja. Kan je wat meer een inkijkje geven in hoe jij daar dan onderscheid aan maakt? Want je gaf net al eigenlijk een bepaalde volgorde. Want het ene is meer relevant dan het andere. Ja, ja, ik denk dat is geen goed antwoord op de vraag, denk ik, van de vraag stellen. Het is een stukje vingerspitsgevoel. Ja. Maar laten we zeggen, het voorbeeld wat ik net gaf over GVS. Je weet dat een hele grote groep gaat raken, of kan raken. Je weet dat financiële gevolgen kan hebben. Mm-hmm. Dan is bijvoorbeeld een gezamenlijke samenwerking of een verkenning op een thema waar je zelf nog niet helemaal scherp op hebt, wat je daar zelf mee wil. Dat verdwijnt dan naar de achterkant. Dus ik denk dat het vooral met urgentie te maken heeft. Hoe groot raakt het de groep? Dat belangrijke afwegingen zijn. Ja, ja, urgentie, hoeveel mensen het raakt. Ja. En kijk je dan naar de totale groep, zeg maar? Want niet iedereen met Crohn of colitis is lid van jouw vereniging. Ja. Kijk je naar de totale groep of kijk je wat specifieker naar je eigen leden? Nee, laten we zeggen, als Chronic Leaders NL hebben we ruim 10.000 leden. Elk lid is maar even lief. Hoe meer leden, hoe beter.
Maar we zetten ons voor, in voor de totale IBD-populatie. Ja. Dus we maken geen onderscheid in of iemand wel of geen lid is. Nou, dat kan ook bijna niet, ook als je kijkt naar de invloed van social media en de besloten Facebookgroepen, waar je ook geen lid voor hoeft te zijn. Er komt thematiek naar voren, waar, wat je oppakt en waar je mee aan de slag gaat. Dus ja. Dat doet er niet toe. Ja. Dat zal ook herkenbaar zijn, denk ik, voor velen inderdaad, van die balans zoeken van je leden en de brede achterban. Ja. Maar kun je dus een aantal methoden benoemen waardoor je eigenlijk al per definitie breder zit. Facebook is een belangrijke. Ja. Onze chronic lytis panel, het SPIDOX heet dat, wat de patiëntenfederatie verschaft. Dat zijn hele belangrijke bronnen om te spelen wat de actualiteit is. Ja. En daarop te acteren. Dat is misschien wel een mooi voorbeeld om te geven waar we op nu nog aandoen specifiek op werken. Dat is het thema multimorbiditeit, comorbiditeit. Je ziet daarbij IBD-patiënten met de ziekte van Crohn en colitis, dat zij meer klachten hebben, rheumatisch, huidproblemen, et cetera. Daar hebben we nog niet het fijne van, dat weten we ook niet. Eigenlijk vinden we dat we daar een slag moeten maken, eerst binnen het IBD-veld. En als we daar een goed verhaal over hebben, kunnen we makkelijker naar buiten en makkelijker naar andere aandoeningen te kijken waar samenwerking kan plaatsvinden. Ja. Aan de andere kant is Patiëntenfederatie Nederland bezig met een werkgroep te inventariseren. Waar verkennen, waar kunnen we op samenwerken? En gebeurt in wekelijkse of maandelijkse vergaderingen. Daar brengen wij onze input van ons project in. Daar vragen we feedback op. Dus je kunt eigenlijk aandoeningsspecifiek en aandoeningsoverstijgend ook parallel laten lopen. Je kunt je voordeel doen, bijvoorbeeld in dit geval van ons project. Maar wij kunnen weer ons voordeel doen bij een ander project van een andere partij, als je aandoeningsoverstijgend wil werken. Dus het is een soort tweesporen beleid. Inderdaad, je bent met je eigen groep bezig, maar je weet dat je ook dingen kan leren van wat bij andere groepen leeft. En ik hoor je eigenlijk zeggen van, nou, dat hoeft dan niet meteen in een samenwerkingsvorm gegoten te worden. Maar het gaat ook over het delen van je eigen ervaringen en het leren van anderen. Ja. Ja, en wat ik ook een beetje hoor is dat het soms ook gefaseerd is. Dat je eerst iets voor je eigen aandoening goed duidelijk moet hebben. Voordat je hem kan verbreden. Ook al is het wel een thema dat breder leeft, zeg maar. Hè? Ja, ik denk bijvoorbeeld het thema vermoeidheid. Dat is een thema wat bij heel veel mensen met een chronische ziekte een issue is. Zeker ook bij mensen met de ziekte van Crohn en colitis. Je ziet dat bij de ziekenhuizen, bij de MDL-artsen, is het een thema wat vroeger misschien wat meer aan de zijlijn stond. Maar nu is het bijvoorbeeld ook opgenomen in de richtlijnen. Daar moeten nog goede interventies op bedacht worden, of eigenlijk een soort gereedschapskist wat een MDL-arts kan inzetten bij de verschillende patiënten. Ik denk dat zo'n gereedschapskist, als we dat dadelijk ontwikkeld hebben, ik ga er even vanuit dat dat ontwikkeld wordt, of een andere oplossing, dat kunnen we dan heel makkelijk delen weer met een andere patiëntenorganisatie of met andere aandoeningen. Dus ik denk dat het aandoeningsspecifieke, inderdaad, het is bijna een tweetrapsraket in dat geval. Als je eerst kijkt specifiek voor je eigen veld, soms ook kijkt van, nou, waar kunnen we meteen aandoeningsoverstijgend? En ik denk dat je vooral aandoeningsoverstijgend kan werken als het doel concreet is, smart, als iedere wc telt. We zijn nu bezig met aan het kijken of een spel voor de jongeren, wat ik vertelde, volgens mij eerder in het gesprek. Nou, hoe kunnen we dat breder trekken? Dat is heel concreet. Gaan we aan tafel zitten en kijken we in welke mate we dat kunnen opschalen voor meer aandoeningen. Want even voor mijn beeld, dat is een spel wat gericht is op jongeren, als ik het goed begrijp. Ja, sorry. Ja. En daar zijn jullie nu vanuit Crohn en colitis mee bezig of ook al meteen breder getrokken? Hij was breed getrokken als het ging over dat het een spel is wat niet door ons is ontwikkeld, maar door de Vereniging van Jeugdrema en door UMC Utrecht. Dat spel is een kaartspel, letterlijk een kaartspel. En het heeft heel veel potentie juist om het online te maken. En daarvan hebben wij gezegd, laten we binnenkort een ronde tafel over hebben. Heeft het een meerwaarde? Wat wordt dus rol? Ja. Hebben we inhoudelijk hetzelfde beeld? Wat kunnen we financieel bijdragen? En als we dat duidelijk hebben, krijg je in feite een go-no-go. Ja. Dus daar zit je nog wat meer in de aftastingsfase. Ja. Van hebben we inderdaad voldoende raakvlakken dat je het met andere partners op kan pakken? Ja. En wat kan ieders rol daar dan in zijn? Dus dat zit in een hele andere fase dan
een toiletalliantie waarbij die fase al helemaal is afgerond. En je allemaal weet waaraan gewerkt wordt en hoe je daar als organisatie in zit. Ja. Mochten er nog vragen zijn voor Menne, het zijn inderdaad de voorbeelden die je hebt gehoord. Of misschien heb je zelf ook voorbeelden die je graag wilt delen. Zet ze in de chat. Dan kunnen de andere luisteraars en kijkers dat ook zien. Ik ga even kijken of ik deze vraag goed kan lezen. Is bij een startende samenwerking ook een moment van selectie van mogelijke kandidaten? Dus misschien, denk aan het spel dat jullie aan het ontwikkelen zijn. Ja. Daar zitten waarschijnlijk een heleboel partijen om tafel, of juist niet. Er zitten even uit mijn blote hoofd 10 partijen om tafel. Ja. Waarvan je weet, denk ik aan het eind van de rit of aan het eind van de verkenning, dat niet iedereen zal participeren. Ja. Ik denk dat het goed is om hem zo breed mogelijk open te zetten. Of om te kijken, het thema vermoeidheid heeft verschillende raakvlakken. Dus als mensen nu luisteren en zeggen, die uitnodiging heb ik niet gehad. Dan moeten ze even contact met me opnemen. Maar ik denk dat het heel goed is om het breed te verkennen. Ook juist om te kijken of je elkaar kunt versterken, ook in argumenten weer of in onderbouwing, vergelijkbaar met de toiletalliantie. Ja. Ja. Nou, mag ik er één tussen? Kan je eigenlijk af en toe ook denken, ik vind het hartstikke goed dat dit gebeurt. Bijvoorbeeld door Crohn & Colitis NL een spel ontwikkelen. En ik zou dolgraag meedoen als ik de capaciteit had. Maar ik wil eigenlijk gewoon alleen mijn handtekening eronder zetten. Zijn dat samenwerkingen die wel eens gebeuren? Want ik kan me dat best voorstellen dat je gewoon enthousiast bent over wat een andere patiëntenvereniging ergens in doet. Mm-hmm. En je wilt gewoon supporten. Aan de voorkant heb ik het nooit zo bedacht of heb ik het gedaan, maar... mijn collega Barbara Davidson heeft een keer verteld over mijn basispaarste actie. Die mag ieder van mij zo overnemen, dat is in feite het onderscheiden van jouw leidinggevende, omdat die rekening houdt met jouw ziekte. Dat is een heel eenvoudig concept, het is een sympathiek concept, vinden wij. Als anderen dat niet vinden, ook even goede vrienden. Maar als anderen het wel vinden, het kan zo overgenomen worden. Ja. En volgens mij zou dat wel heel mooi zijn, en of PGO Support of Patiëntenfederatie daar in Nederland daar een rol in moet spelen. Hoe kunnen we juist dat soort voorbeelden, dan moet je niet alleen in spellen, maar wel in campagnes en programma's denken, van hoe kunnen we dat nog beter bij het voor het voetlicht brengen bij andere organisaties die aangesloten zijn en die geïnteresseerd zijn. Ja. Ja. Beter goed gejat dan slecht bedacht. Ja. Toch klinkt het nog wel een beetje harmonieus, Menne. Dat kan niet altijd het geval zijn. Nee. Dus ik denk waar jij ook een beetje op doelde, want ongetwijfeld zit je ook nog wel eens in samenwerkingstrajecten met een aantal projecttoeristen erbij. Dus organisaties die inderdaad wel ook braaf hun handtekening hebben gezegd. Ook gezegd van gaan we doen. Dat doen we gezamenlijk, pakken wij onze rol in. En de werkelijkheid is soms ook wat anders. Dus ik ben ook wel benieuwd inderdaad. Daar hoeven we niet een nemen of nemen. Maar hoe ga je daarmee om? Want vanuit de samenwerking moet je ook dat soort gesprekken kunnen voeren. Van, werkt dat nog wel? Of moeten er andere keuzes gemaakt worden? Het voorbeeld eigenlijk wat ik gaf, maar dat is dat samenwerkingsverband in Europa. Waar aan de voorkant best wel veel gesproken is met alle partijen. En daar heb ik ook een aantal keren de discussie aangezwengeld. En dat ging stroef. En er was wetenschap beloofd. En dat kwam er niet. Ja, en dan moet je op een gegeven moment wel, denk ik, zeggen van... wij als Crohn & Colitis NL trekken de stekker eruit. We hebben ook een ander samenwerkingsverband. Ook wel een samenwerkingsverband wat sectoroverstijgend is. Dus een samenwerkingsverband met MLDS, met de beroepsvereniging, met verpleegkundige specialisten. Daar hebben we een jaar over gedaan om tot een samenwerkingsovereenkomst te komen. Ja. En dan ging het over begrippen, ging het over financiën, het ging over als we dit soort thema's doen, wat betekent dat voor andere activiteiten rond die thema's die aandoening specifiek door de bepaalde club wordt gedaan. Dat was soms licht schuren, maar dat schuren heeft een heel mooie overeenkomst geleid. Maar daar hebben we heel veel tijd genomen om er samen uit te komen. Ja, als er een goede basis ligt, dan kun je vooruit. Ja. Dus dat is een lange aanlooptijd om in ieder geval hetzelfde begrip te hebben over de samenwerking. Ja. Dat we het over hetzelfde hebben. Ja. Om te voorkomen dat je uiteindelijk van start gaat en toch merkt dat het over heel iets anders gaat.
Een heel ander voorbeeld uit mijn, eerdere werkzame leven. Klinkt nu als een beetje als een oude man, maar zo bedoel ik het niet. En dat is dat ik bij een organisatie werkte, waarbij de ene afdeling regionale projecten deed en de andere afdeling landelijke projecten. Ja. En, maar ja, dan heb je de definitie regionaal en landelijk. En als er in, in een regionaal gebied een project met landelijke uitstraling plaatsvindt, wat doe je dan? Nou, dat heeft enige maanden geduurd hoe je daar uitkomt. Ja. En, vanwege het verschil in begrippen van regionaal en landelijk. Ja, precies. Precies. Ja. Dus, en dat even weer terug naar die toiletalliantie. Omdat dat, daar zit, dat is zo klip en klaar wat je daar op doelt. Daar kan geen discussie bijna over ontstaan. En dat maakt dan samenwerking, of daar aandoeningsoverstijgend is, of aandoeningsspecifiek over de sectoren heen, dat maakt het een stuk makkelijker. Ja, ja. Dus ik denk dat dat een belangrijke is. Ja. Oh, even nog, want bij die toiletalliantie, dat waar je wil veranderen, is vooral ook in die, waar ik het over had, in dat gemeentelijk domein, zeg maar. Hè. Ja. Die gemeentes moeten die toiletten plaatsen. Misschien hier en daar een provincie, of hè, als je wat meer in landelijk gebied zit. Maar dan is het ook heel logisch dat je die samenwerking, even aansluitend op het verhaal wat ik vertelde, die gemeenten zitten niet te wachten op mensen met Nee, is niet interessant. Dus heeft het ook iets te maken met die ontvanger? Want je had net een ander voorbeeld met rondom eenzaamheid, wat toch ook een heel breed thema is, waar je toch aandoeningsspecifiek aan de gang gaat. Maar daar is je ontvanger ook heel anders, of niet? Ja, ik denk dat de toiletalliantie is denk ik wel een heel mooi voorbeeld voor Chroniclitis NL. Omdat wij willen dat mensen zich kunnen bewegen en vrijelijk kunnen bewegen. Dat klinkt een beetje zwaar, maar zo bedoel ik het niet. Maar de durf hebben om de deur uit te gaan. En dat raakt het thema eenzaamheid. Dus we doen een specifiek traject op eenzaamheid. En dat raakt weer een veel groter thema waar de overheid mee bezig is. En dat is het mooie dat je in het sociaal domein samen optrekt. Omdat het niet specifiek juist over die buikklachten gaat. Maar het gaat over veel meer dingen dan dat. Ja. Ja. Ik heb nog één vraag hier binnen gekregen van een van de kijkers. En dat gaat inderdaad over compromissen. Ik denk het voorbeeld wat je noemt van de toiletalliantie. Dat is een doel wat één op één van toepassing is op de mensen die jij ook vertegenwoordigt. Ja. Je noemde net ook het voorbeeld van de multimobiliteit, hè, waarbij er ook een traject bij de Patiëntenfederatie loopt. Daar zit je met een heleboel andere organisaties ook in zo'n groep. En daar kan het ook noodzakelijk zijn om toch tot een compromis te komen. Dus ik ben ook wel benieuwd van hoe je daar tegenaan kijkt. Want samenwerken kan ook betekenen dat je toch iets moet inleveren op je eigen doelstelling, omdat de ander ook net een beetje anders wil. Ja, nou, dan vind ik het lastig om nu nog iets te zeggen over de commissie werkgroep multimobiliteit, comorbiditeit. Omdat dat het echt aftast is, kunnen we daar een thema op maken. Maar ik denk dat het voor jezelf heel belangrijk is, is wat wil je uit die samenwerking halen? What's in for me? Ja. Maar ook in je achterhoofd houdt, wat is nou voor die andere partij belangrijk? Ja. En wat wel denk ik belangrijk is, dat als jij twee of drie principes hebt rond een project of rond een thema, waar je zegt, ja, dat is niet onderhandelbaar. Dat klinkt wat compromisloos in dit geval. Maar dit is voor mij zo belangrijk, omdat ik weet dat mijn achterban dit belangrijk vindt, of dat dat in onze vezels zit en dat moeten we echt behouden. En er zitten wat dingen omheen die we heel graag wel zouden willen. Maar daarvan zeggen we, ja, dat, oké, het zou mooi zijn als dat meegenomen wordt in het project, maar het zal niet de no-go-go bepalen. Ja, ja. En als je dan, laten we zeggen, de andere samenwerkers in je achterhoofd houdt en je weet dat het voor de anderen heel belangrijk is, dan is dat in feite het compromis wat je slaat. Ja. En ik denk dat elke partij die het geldt voor de politiek ook, elke partij die een coalitie aangaat, een aantal dingen zijn echt van wezensbelang en een aantal dingen is, zeg maar, wisselgeld. Ja. Ja. En dat van tevoren ook helder hebben voor jezelf, van wat is niet onderhandelbaar en wat wel. En het andere wat ik je hoor zeggen, het perspectief van de ander ook goed in meenemen. Absoluut, absoluut. Ik had nog een andere vraag binnengekregen en misschien heb je hem ook al deels beantwoord. Hoor. Nou, Marieke had het in haar column over de kloof. Hè, dus het overbruggen van de ene kant de medische, maar ook dus het sociaal domein. De toiletalliantie
gaat eigenlijk over beide al. Ja. Ik ben ook wel benieuwd inderdaad, van, is het daar dan gelukt om die kloof te overbruggen? Tot op heden niet, want wat sowieso geprobeerd is de afgelopen periode is in het regeerakkoord mee te nemen als een coalitieafspraak. Nou, dat is niet gelukt. Het is dus moeilijk om dat vanuit overheidswegen op dit moment vast te leggen. Maar dan worden er andere invalshoeken gebruikt. Dan wordt gekeken hoe kunnen we samenwerken met gemeentes, hoe kunnen we samenwerken met winkeliersverenigingen of met natuurorganisaties. Dan gaat het over het eindresultaat. Ik denk wel dat het, als je kijkt naar de toiletalliantie, dat het wel wederom een heel mooi voorbeeld is hoe hele verschillende organisaties toch een beweging proberen te krijgen in het sociale domein. En er zijn ook echt resultaten geboekt. Er zijn een aantal, door de toiletalliantie, ook een aantal gemeentes echt harder gaan rennen. En dat zijn natuurlijk hele mooie resultaten. En die good practices wil je dan weer verder brengen. Ja. En zo werd er in een van de laatste bijeenkomsten, conferenties, werd ook even de top 10 aangegeven van gemeentes om op die manier ook weer de lobby te versterken. Ja, dus, dus het balletje rolt nog. Ik heb wel een ander voorbeeld, zeg maar, naast Mennes voorbeelden over waar het wel is gelukt om die kloof te overbruggen. Dat is eigenlijk bij dementie. De organisaties die bezig zijn met dementie hebben er toch uiteindelijk vanuit die medische kant voor gezorgd dat de dementievriendelijke gemeente een groot begrip is geworden. En dat vind ik eigenlijk best wel bijzonder. Dus die is helemaal niet heel aandoeningsoverstijgend. Het is zo'n beetje de enige aandoening die ik terughoor in het sociaal domein. Dus dat hebben zij heel knap gedaan. Maar daar is wel een brug geslagen tussen de medische wereld en het sociaal domein. Ik krijg meteen nog een vraag. Fluistert. Dat gaat over de beperkte tijd en middelen die ook jou bekend voor zullen komen met de organisatie die jij leidt. Hoe je daar ook mee omgaat in je samenwerkingsinitiatieven. Je noemde het al iets van relevantie. Ja. Maar er kunnen ook nog andere dingen een rol spelen, neem ik aan. Ja, ik denk dat je inderdaad de afweging interessant relevant is heel belangrijk. Ik denk dat je redelijk snel bij het verkennen van de samenwerking ook moet aangeven welke ruimte je informatie hebt of in vrijwilligersinzet of in budget. Ja. Dat moet je eigenlijk aftasten met alle mensen aan tafel en kijken of ieder zich in die constellatie, als je zo verder gaat, kunt vinden. Ik denk dat je er heel open over moet zijn. En dat wil helemaal niet zeggen dat je een mindere inbreng hebt of dat je de kantjes ervan afloopt. Maar je bent wel zonneklaar aan het begin van de samenwerking, van wat je wel en niet toe in staat bent. Dus het maakt denk ik niet zoveel uit of je klein of groot bent. Dat klinkt een beetje makkelijk misschien. Wij zitten zo, zeg maar, zijn een middelgrote organisatie. Maar wij geven altijd wel heel expliciet aan wat we wel en niet kunnen. En dat is denk ik ook een belangrijk verwachtingsmanagement. Het is een beetje een open deurenlicht. Maar als je verwachtingen goed schet, dan gaat dat niet tot misverstanden leiden in de verdere samenwerking. En wat verwacht je van de andere partners? Welke informatie heb je van hen nodig? Moet ik even teruggrijpen naar even wat voorbeelden. Nou ja, eigenlijk, ik denk dat je bijna moet kijken van als wij gaan samenwerken, wat spreken we nou af? Wat zijn de taken en wat is de rolverdeling? Wat is ieders inbreng? Dus ik kan niet zo één op één antwoorden op je vraag van wat verwacht je, maar dat je wel heel goed doorspreekt wat elke partij in de samenwerking kan inbrengen. Of dat nou financieel is, of dat nu in kind is, of dat nou met personeel is of vrijwilligers. En uiteindelijk, wat het meest belangrijke denk ik, is toch van, wat is de stip op de horizon die je wil bereiken? Heb je hetzelfde beeld bij het project? Heb je hetzelfde beeld bij het resultaat? Hoe later je dat doet, hoe lastiger het wordt in de samenwerking, in mijn ogen. Er gaat heel veel tijd in de samenwerking zitten, in het steeds opnieuw vaststellen. Ja, er kwam nog een andere vraag binnen. En ik denk, inderdaad, zoals we hier over het onderwerp praten, dat is vrij feitelijk, inderdaad heel, heel rationeel. Maar samenwerken is mensenwerk. Ik denk zeker ook, het gaat om mensen. Het gaat over hun kwaliteit van leven. Het gaat over hun aandoening.
Vele van ons zijn ook persoonlijk betrokken natuurlijk bij de doelstelling die we allemaal nastreven. Dat brengt ook de nodige emoties met zich mee. Dus de vraag is ook een beetje van hoe ga je om met situaties waarbij juist die emoties op een gegeven moment een boventoon gaan voeren. Terwijl je misschien juist ook er wat zakelijker naar wil kijken. Dus hoe doe je dat en? Ken je dat soort voorbeelden? Nee, ik ken die voorbeelden niet. Maar dan denk ik dat je... Maar misschien is dat te makkelijk nu, omdat ik zelf het voorbeeld niet ken. Maar ik denk dat je dus in het begin van het traject heel goed moet kijken wat die emoties zouden kunnen zijn. En ook mensen de ruimte geven om te vertellen waarom ze juist bij dit project betrokken zijn. Waarom ze het belangrijk vinden, het resultaat. En dan komen ook, denk ik, hele persoonlijke motieven komen aan bod. Ja. En daar moet je dan, denk ik, echt de ruimte voor geven van, oké, wat betekent dit voor onze samenwerking? Ja. Ja. En ik denk dat je dat heel goed moet uitspreken met elkaar. En als je dat onvoldoende uitspreekt, ja, ik denk dan dat je dan in verloop van de tijd misschien juist de emoties nog hoger gaan opspelen. Ja. Omdat je zegt van, ja, maar jullie houden alleen maar met zakelijke dingen bezig. Ja. Die ik van mensen scherpers heb gehoord tijdens een webinar. Dat lijkt niet te doen. Ja, en het is toch juist ook de meerwaarde van het patiëntperspectief dat je inbrengt dat er een emotionele betrokkenheid bij is, zeg maar. Ja. Als we allemaal het alleen maar als ons werk zien, dan krijg je ook niet die persoonlijke impact mee die juist bij het patiënt zijn hoort. Ja, klopt. Ja. We gaan langzaam richting een afronding van dit webinar. Dus mocht je nog een vraag hebben, stuur nu in. Oh, ik zie al een vraag in mijn ooghoek wapperen. Ik lees hem even voor en dan ga ik hem nog even toelichten. Hoe gaan jullie als landelijke organisatie om met het gegeven dat veel nu in de gemeente gebeurt, waar iedere 4 jaar een andere coalitie wordt gevormd? Hoeveel gemeentes hebben we inmiddels, Marieke? 345. Dankjewel. Interessant. Dus ook dat heeft de nodige uitdaging met je mee. Maar deze vraag, Menne, komt je dat bekend voor? Nou, het speelt bij ons denk ik wat minder als bijvoorbeeld bij gehandicapte organisaties of organisaties die bijvoorbeeld de Alzheimer Vereniging, Alzheimer Stichting, ook heel regionaal en regionale afdelingen hebben. Mm-hmm. Dus in die zin hebben wij daar misschien wel het geluk dat we daar weinig mee te maken hebben. Dus dat vind ik heel lastig om op te antwoorden. Maar misschien heeft Marieke daar wel een duidelijker antwoord op dan dit antwoord van mij. Nou, ja, ik zie die worsteling wel terug. Het is natuurlijk, als je als patiëntenorganisatie in je kennisagenda een thema hebt die met het brede leven te maken heeft, kan je er vergif op innemen dat die uiteindelijk op gemeentelijk niveau terug moet komen. En ik vind eigenlijk dat het voorbeeld bij jou van vermoeidheid daar wel een beetje op lijken. Omdat je uiteindelijk ook met vermoeidheid, dat gaat ook heel erg over het normale leven. Hè? Het gaat niet alleen maar over hoe moe ben je als je in het ziekenhuis ligt. Maar het gaat er ook over, kan je je vrije tijd nog invullen en kan je meedoen in de samenleving. Ja, en dan heeft het misschien toch weer meer te maken, onder andere met je werkgever, maar ook bijvoorbeeld met je vrije tijdsbesteding en je sociale omgeving, waar de gemeente weer iets over te zeggen heeft. Ik zie wel dat verschillende patiëntenorganisaties juist op de kennisagenda onderwerpen die dat normale leven raken, ook een beetje moeite hebben om te denken, ja, hoe kom ik nou in die 345 gemeentes terecht? Ja, naar mijn idee, gelukkig hoef je het niet alleen te doen. Hè? Je hoeft gelukkig niet al die 345 gemeentes in je eentje te bedienen. Lokaal zijn er gehandicapte platforms, adviesraden, sociaal domein, die jullie input echt wel kunnen gebruiken. Dus je kan ook af en toe denken, ik voed dat wat er in de gemeente is. En dan kost het jou misschien helemaal niet vreselijk veel werk, of je gaat bij een aantal gemeenten aan de gang, zoals jullie eigenlijk bij de Toilettenalliantie doen, hè? Dat je, ja het zou fijn zijn als je elk onderwerp bij de VNG neer kan leggen, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, en dat het dan van automatisch naar die 345 gemeenten gaat. En je hebt natuurlijk ook nog de zorgbelangen en de regionale cliëntenorganisaties, die heel erg regionaal zijn georganiseerd.
die dit soort dingen ook verder kunnen brengen naar het lokale niveau. Ja. En dat is misschien ook meteen een mooi bruggetje naar iets wat ook op 30 september in Bussum verder besproken gaat worden. De hele regionalisering is een item in heel veel discussies en heel veel onderwerpen. Dus ook dat zal terugkomen op het live congres op 30 september. Ik kijk met een half oog naar de tijd en ik zie inderdaad dat het richting 5 uur kruipt. Dus ja, Menne, eigenlijk als afsluitende vraag ben ik, wat zou jij graag de mensen die nu meeluisteren, meekijken, mee willen geven op het thema samenwerken? Op het thema samenwerken voorbij de grenzen van je aandoening of voorbij de grenzen van je sector? Ja, dan denk ik dat ik wat dingen herhaal. Hè. Een soort samenvatting. Ik denk dat het heel belangrijk is dat hoe groot of hoe klein je bent, dat eigenlijk niet zoveel uitmaakt als je de samenwerking aangaat als het gaat over je inhoudelijke verhaal. Maar voor jou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je je inhoudelijke verhaal goed voorbereid hebt. Of dat nou op basis van onderzoek is, of dat op basis van patiëntenervaringen is, maar dat je met voldoende munitie, dat klinkt wat negatief in de vorm van samenwerking, maar dat je met voldoende munitie het gesprek kan aangaan. Ik denk dat je, hoe lastig de afweging ook is, er komen heel veel dingen voorbij. Je bent eigenlijk het MKB van Zorgland, hè? Als patiëntenorganisatie of als gehandicaptenorganisatie. Alles komt voorbij, maar maak wel die afweging tussen interessant en relevant. En kijk welke criteria, want dat kan ook per aandoening verschillen, welke criteria als het bepalend zijn voor de relevantie. Als het gaat over samenwerking, probeer vrij snel tot een beeld te komen. Hebben we het over hetzelfde? Hebben we hetzelfde eindresultaat? Wat is ieders rolverdeling? Wat kan ieders inbrengen in uren of in financiën? En vertrouw er toch ook aan toe aan papieren. Ook al klinkt dat misschien wat te formeel, maar het is denk ik altijd iets waar je naar terug kan grijpen. En dingen kunnen ook veranderen. Als je nadenkt over samenwerking, denk dan goed naar inderdaad what's in for me. Maar kijk ook naar what's in for them. Wat is er belangrijk voor je samenwerkingspartner? Maar bepaal voor jezelf wel heel duidelijk je principes of de uitgangspunten die voor jou heel belangrijk zijn. En kijk ook wat voor de andere partij heel belangrijk is. En misschien zit daar wel wat wisselgeld in. En wat ik denk ook wel heel belangrijk is, en dat zie ik wel vaak in dat bij grotere, met samenwerking met grotere samenwerkingsverbanden, ik vind dat we als patiëntenorganisaties niet te veel het Calimero gedrag moeten hebben. We zijn ook al ben je klein, je hebt een belangrijke stem. Breng dat naar voren. En laat zien dat jouw kennis en jouw ervaring van onschatbare waarde zijn en heel veel informatie kan geven en een project echt kan verrijken. En ik denk dat we daar nog wel een slag mee kunnen maken in patiëntenorganisatieland. En daar horen ook letterlijk soms wat meer honorering bij in samenwerkingsprojecten. En probeer daar ook afspraken over te maken als je met grote partijen samenwerkt. Dat is eigenlijk, denk ik, samenvattend wat ik mee wil geven. Nou, ik zou geen betere samenvatting kunnen maken, inderdaad, Menne, dankjewel. Marieke, jij begon met een column waar je het inderdaad ook over de kloof had. Hè? Dus tussen aan de ene kant de medische wereld, maar ook de leefwereld. Hè, zoals die wellicht ook veel meer door gemeenten en andere lokale partijen wordt beïnvloed. Mm-hmm. Met welke gedachten ga jij nou straks op de fiets naar huis? Ja, ik vind echt de Toiletalliantie echt een geweldig voorbeeld van effectieve input in gemeentes vanuit een landelijke samenwerking. En ik vind dat onorthodoxe ook heel leuk. Ook energiegevend of zo, hè? Dat je dan samenwerkt met hele andere organisaties waarvan je denkt dat je geen enkel belang deelt, maar die deel je dan toch. Hè, dat inspireert volgens mij enorm. En ja, er is echt nog een weg te gaan om de stem van mensen met welke aandoening dan ook luider te laten klinken in gemeentes. En daar, daar hopen we ook middelen voor beschikbaar te krijgen de komende tijd in de regionalisering. En dat we daar, ja, ik hoop ook dat we bijvoorbeeld op het congres verbindingen kunnen leggen tussen mensen die landelijk heel actief zijn. En ik hoop dat zij het leuk vinden om ook eens kennis te maken met die mensen die lokaal en regionaal actief zijn. Want daar zitten ook bevlogen mensen met vaak net een andere taal. Ja. Maar de samenwerking goed mee op te zetten. Ja, ja.
Precies. Om tegen het doelen te bereiken. Ja, dus kijk ook eens even in je eigen gemeente wat er daar te doen valt. Nou, dat lijkt me een hele mooie huiswerkopdracht voor iedereen. Wat wij hebben geprobeerd te doen met dit webinar is in ieder geval op het onderwerp samenwerken. Niet alleen naar de inhoudelijke samenwerking kijken, maar ook van hoe ziet dat nou eruit. En ik denk inderdaad, Merne, fijn dat we even onder de motorkap mochten kijken bij jouw ervaringen. De toiletalliantie hebben natuurlijk wat verder uitgeplozen om te kijken van hoe is dat nou vormgegeven en waarom werkt dat wel en wat werkt ook niet. Nou, ik hoop dat jullie ook met die oren hebben meegeluisterd naar wat we vandaag hebben gedeeld. Ik wil jullie nog even wijzen op de overige webinars die we de komende weken gaan organiseren. Volgende week zitten we hier in de studio rondom het onderwerp succesvol organiseren. Wil Verschoor vanuit de Stichting Hoormij schuift dan ook aan. En we hebben dan ook wat inspiratie vanuit de cultuursector om te kijken hoe doen zij dat nou, succesvol organiseren met impact. En uiteraard hoop ik jullie ook live te zien op 30 september in Bussum. Ook daar zal het onderwerp samenwerken aan bod komen. Robin Bremenkamp die zal daar een presentatie geven. Robin is een expert op het gebied van samenwerken. En die gaat ons ook helpen om dat onderwerp verder af te pellen. En vooral ook te kijken van, en wat kunnen we er nou mee? Want dat is uiteindelijk het doel. We hopen met deze sessies en met het programma op 30 september iedereen een stapje verder te helpen met de dingen waar je soms tegenaan loopt, de dingen die lastig zijn. Maar, en dat is ook hier het idee, veel van die dingen zijn al eens een keertje door iemand bedacht, uitgeprobeerd en soms ook nog als gelukt. Dat hopen wij hier met elkaar te kunnen delen, zodat we iedereen een stapje verder kunnen helpen. We laten de chats nog even een paar minuutjes open, dus mocht je nog vragen hebben, zet ze in de chats. Wij zorgen ervoor dat iedereen binnenkort ook de opname krijgt toegestuurd, althans de link naar de opname. Inclusief ook de antwoorden op de vragen die we helaas niet aan bod hebben kunnen laten komen in dit uurtje. Mocht je nog steeds brandende vragen hebben, je weet PGO-support te vinden. Maar weet ook vooral RK te vinden, want we zitten nu ook met tientallen mensen bij elkaar die allemaal iets hebben met het onderwerp samenwerken. En ik durf wel te stellen dat de vraag die jij hebt al lang is beantwoord door iemand die op dit moment ook aan het luisteren is. Dus laten we kijken hoe we elkaar erin kunnen helpen. Ik wil jullie bedanken voor het uurtje luisteren. Ik wil Menne van harte bedanken voor het delen van je ervaringen. Marieke, dank voor je input. En ook de mensen die jullie niet zien, maar die hier wel om ons heen zitten en dit allemaal mogelijk maken. Ik hoop jullie van harte volgende week weer terug te zien voor het webinar wat we dan hebben over succesvol organiseren. Tot ziens!